Hola, buenos dias. Goedemorgen, jongens. We zijn hier dus wakker geworden op de Interpals camping. We hebben het hier geboekt bij Eurocamp. En het is hier gewoon zalig. Enkel vandaag hebben we een beetje wat pech. Het regent. Maar we hebben dan ook wel weer al eigenlijk geluk dat het net toevallig vandaag in de miniclub een activiteit te doen is. In de miniclub! Dat er net dus vandaag eigenlijk een activiteit te doen is in een miniclub. Dus daar gaan we nu eventjes nog heen en kijken welke activiteit het is. En dan van Jules kan meedoen. Ik denk dat hij dat wel heel leuk gaat vinden. Zo. Hij mist ook wel eigenlijk ook nog wel eigenlijk school. Of gewoon ook wel andere kindjes eigenlijk vooral om zich heen. Dus dan is dat ook wel weer fijn. De miniclub zou hier moeten zijn. Maar het ziet er nogal gesloten uit, jongens. Ja. Ik weet het niet. Misschien zijn we niet juist, want alles staat hier nog gelijk omhoog. Ik weet niet dat het hier is. Oei. Oei, we zijn verkeerd. Wij hebben het gevonden. Het was beneden aan het zwembad. Dat wisten wij natuurlijk niet, hè. En hier gaan we armbandjes nu maken, vertelde zojuist de juf. Je hebt hier allemaal hele kleine pareltjes. En hiermee gaan ze armbandjes maken. Maar we gaan wel een beetje nog wel wat moeten helpen, denk ik. Kom maar. Het is wel een beetje prutswerk. Het is een beetje geprutst. Je kunt kiezen en put de dingetjes hier. Je kunt dingetjes. Ja, dat is het. Kijk eens, Jules. Mag mama jouw mooie armbandje eens zien? Schat? Amai. Wat een mooi armbandje, Jules. En zo hebben we nog eens een stukje camping ontdekt die we nog niet wisten. Ja, een mooie grote piratenboot. En een rots. Dus eigenlijk zou je kunnen denken dat die gecrashed is hier. Het is een scheepswrak. Het heeft ook een glijbaan, maar het heeft vandaag weer geregend. Dus het is nat. Nee. Het is nog nat, ja. Vies, hè? Bah, zou ik er niet afgaan hoor, Jules? Niet doen, hè? Ja, gaat hij toch gewoon doen. Ja hoor, trek het zich helemaal niks van aan. Ja, nu is jouw broek nat, hè? Ja. Allee, ga je nog eens van de glijbaan? Allee dan. Ja, met de natte broek. We zullen straks wel een nieuwe aandoen, hè? Ja. Ja. Nog eens van de glijbaan? Ja. Nat, ja. Bah. Jij wordt terug aan de jongen. Nu zitten we hier gezellig hier buiten nog water te lunchen. Zoals wij ook nog naar een Pinocchio. Attractie van de Pinocchio aan het zien. Zeg, eet je nu eet wat Jules op? Het is anders dan twee te lange. Ja, je maakt het een beetje kleiner. En terwijl zitten we hier wat te genieten van de mooie natuur en de rust en de vogeltjes en echt zalig gewoon. En zeggen ze, Juleke, als jij slaapt, weet je waar mama dan gaat liggen? Nee. Jules? Ja, boven. Boven? Nee. Hier gaat mama dan liggen in de sofa. Lekker chillen. Daar, ja. Met dan ook dan eens een boekje. Amai. Leuk, hè? Gezellig, hè? Zeg, hoe vond je het vandaag trouwens, Jules? Hoe vond je de voormiddag? Je bent in een miniclub geweest. Je hebt een armband gemaakt. Je hebt je wangetje geverfd. Je handje geverfd, een tekening gemaakt, je hebt met nog eens klei gedaan, ja, je hebt je hand op de tekening gelegd. Dat is leuk, hè? Je hebt ook nog eens met ook nog eens dus, klei gespeeld, je hebt ook nog in de speeltuin gespeeld. Ja, we hebben veel gedaan. Amai zeg. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Nog een keer. Het is harder beginnen regenen, ai ai ai.
Dat is nu niet echt bepaald het weer wat je verwacht op vakantie. Maar ja, weet je, we zijn gewoon een maand op roadtrip. Dan moet je ook gewoon realistisch zijn. Er gaan zeker wel nog wat meerdere regendagen ook nog wel passeren. Je kan onmogelijk verwachten als je een maand op vakantie gaat dat je geen enkele keer regen hebt. Begrijp het wel, als je een week of zo of twee weken op vakantie gaat, is het echt wel ja, jammer natuurlijk als het dan toch eens een dag of meerdere dagen regent. Maar ik ben er ook gewoon, ja, gewoon kei realistisch. In België is het ook bijna nooit een maand aan een stuk bijvoorbeeld zonnig weer. Dus ja. Ik zit hier nu onder eigenlijk een afdakje. Dus ik kan toch wel altijd lekker buiten zitten. Ik zit dus ook in de sofa die ik dus daarnet heb gezegd. Aan die kant is hij helemaal nat geregend. Maar aan deze kant is hij nog wel altijd droog. Dus ik zit nu aan deze kant. Ik heb mijn boekje hier bij mij. En ik ga nu een beetje verder lezen en een beetje chillen hier buiten. En eigenlijk moet ik ook wel zeggen zo, die vallende regen, dat is ook wel eigenlijk een aangenaam geluid. Het werkt heel erg ontspannend in mijn oren. Zie eens hoe een prachtig uitzicht wij hier hebben, zeg. Amai, mooi. Wij zijn nu onderweg naar La Franque, of Tamarillo eigenlijk. We zijn, nu zijn we echt eigenlijk, we hebben juist eigenlijk een keuze moeten maken. Nu zijn we dus richting La Franque onderweg. En we hopen eigenlijk hier een lekker tapasrestaurantje te vinden. Want we hebben best wel zin om onze laatste avond in Spanje ook nog lekkere tapas nog te eten. En daar zijn ze heel erg goed in de Costa Brava. Dus chipjes op. Ja, dus Jules is al achter chipjes aan het eten, want hij had al honger. Dus hoop ik dat we zelfs hier ergens een goed restaurantje vinden. We lopen voor onze laatste avond hier in Spanje. Morgen zijn we in Frankrijk. Vakantie is nog niet gedaan, hè, want we gaan hierna nog eens naar een andere camping. Dus van deze camping rijden we dus naar een andere camping in Frankrijk. Weersverwachtingen zijn daar niet goed, maar ja, ja, we hebben dat gepland en we gaan daar gewoon ondergaan dan maar. Hè. Hier is eigenlijk het weer eigenlijk ook niet zo goed geweest. Hè. Dus ja, we moeten het er maar mee pakken eigenlijk dat komt. Hè. Vakantie is meer dan mooi weer alleen. En kijk, het is nu toch eigenlijk ook nog wel behoorlijk goed. Het zonnetje schijnt zo tussen de wolken door. We zijn nu dus in, hoe heet het hier nu weer? La Franque. Eventjes naar beneden gereden. Hier willen we ook wat eten. Ja. Dus hopelijk vinden we hier iets. Spannend, hè? Spannend, ja. En anders ja, hebben we pech, hè. Maar er waren heel weinig restaurants op de weg hier naartoe. Er waren er wel, maar niet veel die open waren. En ik heb er een paar ook in vakantie gezien. Sommige die waren misschien nog niet open, omdat ze hier pas maar rond een uurtje of 7-8 uur beginnen te eten in Spanje. Dus ja, misschien hier eens kijken, ik weet het niet. Hier is een restaurant. Maar ik ga nu wel aan de afhankelijkheid om te werken. Amai, zeg. Het is hier mooi, hè, Jules. Wat zie je? Ah, een grote meeuwen. Amai. Ja. Mooie bootjes ook, hè. Wat heb je? Ja, wat een mooi plaatje. Wat is er? Hij is iets kwijt. Wat ben je kwijt? Wat ben je kwijt? Nee. Hè? Nee. Ben je iets kwijt? Nee. Nee? Nee. Minion? Nee. Ik ben echt niet mee, ze. Ik ook niet. Wat ben je kwijt? Je petje? Nee. En een ijsje mocht ook niet ontbreken, hè? Nee. Lekker? Lekker ijsje. Hè? Die meneer zei, met dit weer moet je zeker een ijsje eten. Ja. Excuse me, sorry. We zitten nu weer terug in een auto. We hebben net La Franque en Tamarillo bezocht. Twee hele gezellige dorpjes. Ook nog een lekker ijsje ook nog gegeten. En eigenlijk wou ik ook nog heel graag een crema catalan eten. En we hebben verschillende zaken afgegaan. Maar ofwel hadden ze het niet, ofwel wouden ze het niet serveren zonder dat hij ook nog eens een hoofdgerecht erbij deed. Een hoofdgerecht hadden we al ergens anders gedaan en daar hadden ze dan dus geen enkele crema catalan. Dus ja, helaas. Maar dan maar geen crema catalan voor ons. Hè. Vind je het niet jammer? Ik vind dat niet jammer. Jij wel, hè? Ja, ik vond dat wel heel lekker. Maar ja.
komen we zeker nog wel een keer terug deze richting uit. Maar morgen rijden we alvast verder trouwens richting Frankrijk. Tot morgen! Alles goed.